Ook zondag kwamen heel veel mensen bloemen brengen of een kaarsje branden. Op de plek waar zaterdag een 7-jarig meisje om het leven kwam bij een noodlottig verkeersongeluk. Het bestuur van de Leidse Centrummarkt stond zondagmiddag stil bij het vreselijke ongeluk. Ja, we leven mee met de mensen natuurlijk die het allemaal meegemaakt hebben en gezien hebben met de ouders van het meisje. Het is gewoon vreselijk wat hier gebeurd is. Ja, het is een zwarte dag voor de stad Leiden natuurlijk. Niet alleen de bloemenzee groeit, ook de kritiek op de gemeente. Ja, we hebben al meerdere malen aangekaart aan de gemeente van dat de situatie hier te gevaarlijk is. Je ziet het bijvoorbeeld hoeveel mensen hier al lopen. De Steenstraat is een beetje een doorvoorroute. Normaal is het éénrichtingsverkeer. Nu is het aan twee kanten rijden de bussen natuurlijk. En dit moet er gebeuren. Er moet iets aan de veiligheid gedaan worden. Ja, de enige oplossing wat wij zien is gewoon snel terug naar de binnenstad, waar de markt al 10 jaren veilig staat. Maar dat is aan de gemeente nu wat er aan de hand is. Hamza, de groenteboer, was als eerste aanwezig op de plek des onheils. Ik stond gisteren gewoon hier en ik hoorde een geschreeuw. Hamza, 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 ik kan even helpen. Dus ik kijk achterom, zie ik een vrouw met een kind liggen. Zo'n bizar om te zien eigenlijk. Ik heb snel gedaan eigenlijk om mensen niet op YouTube te gaan zitten. Zulke dingen wil ik helemaal niet hebben. Heb ik mijn trui uitgedaan snel. Heb ik op die kind gezet, op de hoofd. En dat is echt bizar om te zien. Het is echt niet leuk. Het is één dag niet slapen dit. In ieder geval, de veiligheid is niet op de markt hier. Ze hebben ons hier gezet om de veiligheid op de markt hier te staan. Maar de Nieuwe Rijn is de veiligste plek. Om de oude mensen op auto te parkeren daar op Hoogvliet. Netjes voor de kinderen. Hier gaat gewoon niet. Straat van 5 meter breed. 2 bussen. Bakfietsen. Waar blijft de gemeente Leiden sleutel Leiden? Hier geen stoplichten. Geen zebrapaden hier. Mensen willen allemaal met kinderen naar school. En ze gaan oversteken naar de markt. Tussendoor stoppen mensen hier, visje halen. Tussendoor laten ze auto parkeren hier. 2 mensen van de gemeente zitten in het midden van het plein. Die worden automatisch betaald door de gemeente. Die de hele dag niks doen daar. In plaats dat ze hier staan. Nee, ze willen daar kijken. Mensen pesten op 1,5 meter afstand. Maar 1,5 meter afstand bestaat nog steeds. Maar als je naar de cafés kijkt, is er geen 1,5 meter afstand. De kinderen hebben voorrang hier. Meneer burgemeester, kan je wat hier aan doen?